Eindelijk was het zover en kon de Zorgsvidan officieel worden geopend met een sportmarkt en diverse demonstraties. Wethouder Hajo Huizing mocht natuurlijk eventjes het woord voeren. Dames en heren, meisjes en jongens. Van harte welkom hier in onze vernieuwde zorgvitaal en met name van harte welkom bij deze onderbreking van de diverse sportactiviteiten. Een onderbreking waarin we even speciale aandacht willen schenken aan de nieuwe start die we met deze hal hebben gemaakt. De Zorgvliegel, moet u weten,
dateert uit 1967 en werd in de tijd gebouwd als een evenementencomplex waarin ook nog aan sport kon worden gedaan. Na ongeveer 30 jaar al zodanig in gebruik te zijn geweest, was de hal aan renovatie of vervanging toe. En daarover waren de meningen de afgelopen jaren niet verdeeld. Wel waren de toenmalige college- en raadsleden verdeeld over de keuze van renovatie of nieuwbouw. We spreken dan over een keuze tussen 4,5 miljoen gulden en 8.700.000 gulden. Een aanmerkelijk verschil. Uiteindelijk werd gekozen voor renovatie. Niet voor een volledige, maar voor een gedeeltelijke met een investeringsbedrag van ruim 1 miljoen euro. En het resultaat ziet u om u heen. Een hal die nu met recht sporthal kan worden genoemd en waarin ook evenementen kunnen plaatsvinden. Maar daarna kon hij flink aan de bak en kon het jasje uit. En een wethouder moet natuurlijk altijd verstaanbaar blijven, dus eventjes een geluidsgordel om. En daarna werd hij vastgezet om de bel die bovenin de klimbank gewoon te kunnen luiden. En van de instructeurs had de wethouder de opdracht meegekregen de rode steentjes te volgen. Maar dat is voor een wethouder van het CDA niet eenvoudig. Maar het is lang geleden dat een wethouder in was voor een stunt tijdens een openingsact. En dan sta je, of liever gezegd, hang je boven in het klimband en dan moet je de haak losmaken. De kramp in je armen en benen wordt steeds erger, maar de haak wil maar niet los. En na deze spectaculaire officiële opening ging men door met de diverse demonstraties. Maar kijkt u maar even mee naar de reportage die wij daarvan maakten.
het eerste team van VNZ speelde een demonstratiepartij tegen FC Marlène. En FC Marlène komt uit op het hoogste niveau van het zaalvoetbal in Nederland. Helaas was FC Marlène een paar maatjes te groot voor VNZ. En zo kwam er niet veel terecht van een demonstratiepartij. FC Marlène scoorde er lustig op los. FC Marlène wist dan ook met grote cijfers te winnen van VNZ, wat weer een ervaring rijker was. Tot zover deze reportage over de opening van de Zorgvliethal.